Minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling heeft afgelopen zaterdag de begrafenis van Samuel Forster, Gramang der Paramakaners, op Langatabiki bijgewoond. Forsters is op 10 maart op 67-jarige leeftijd in Paramaribo ingeslapen. Minister Diekan prees de gemeenschap van het binnenland voor de manier waarop de stammen hebben samengewerkt sinds het verscheiden van de stamleider. Hij hoopt dat dit zo blijft, ook wanneer er een nieuwe leider aangewezen moet worden. De bewindsman had voor het overlijden van de Gramang de toezegging gedaan dat de overheid zijn stam volledig zou ondersteunen. We staan nog steeds klaar om Pamaka te steunen, gaf Diekan aan. Hij zegt dat er voldoende potentie is in het Paramakaans gebied om werkgelegenheid en productie te stimuleren. De minister en zijn gevolg kwamen donderdag op Langatabiki aan en waren maandag terug in Paramaribo.